Wij nemen een kijkje bij René. En René weet alles van EHBO. Dit is de pop. Voor de mensen in de buurt. Ik heb vorige week deze folder bij jullie in de bus gegooid. En op de achterkant staat mijn naam en adres. Wat ik graag zou willen is dat jullie meedoen in de actie om een AED in de wijk te hebben. Je kan het bedrag invullen aan deze kant. Je mag elk bedrag invullen wat je wil en wat je kan missen. Wat ik aanbied is om degene die meedoen de training aan te bieden, een reanimatietraining, zodat je niet alleen weet waar de AED voor is. Het is een automatische externe defibrillator, dus die zet je hart even stil en dan hoop je dat die het goede ritme weer oppakt. Die AED die wil ik dan in de buurt hebben hangen, zodat iedereen die getraind is in het gebruik van de AED en die kan reanimeren, zich aansluit bij Hartslag Nu, zodat we binnen 6 minuten hulpverleners ter plaatse hebben die zowel kunnen reanimeren als de AED kunnen gebruiken en dat die ook daadwerkelijk ingezet wordt. Nou, hoe werkt nou zo'n ding? Apparaat heb ik hier naast me op de grond liggen. Doe de klep open en we kunnen hem aanzetten. Bevestig elektrode. Dan gaat hij mij precies vertellen wat ik moet doen. Dan ga ik de elektrodes eruit pakken. Bevestig elektrode. Ga ik de zak open scheuren. Dan ga ik het lichaam ontbloten. Controleer connector en elektrode. Elektrodes plakken. Dat ga ik nu niet doen, omdat het toch best wel een hoop geld kost. En ze zijn niet gratis, dus wat dat betreft. Connector en elektrode. Je hoort dat het apparaat mij precies vertelt dat ik elektrodes moet plakken. Dus daarom zetten we hem maar even snel uit. Op het moment dat de elektrodes geplakt zijn, eentje rechtsboven en eentje linksonder, altijd gezien vanuit het punt van je slachtoffer. Rechts van je slachtoffer is rechts. En niet voor mij rechts, want dat kan een hele andere positie zijn. Het apparaat gaat dan vertellen wat hij gaat doen. Hij gaat eventueel een schok geven, hij gaat eerst analyseren en dan gaat hij een schok geven als het nodig is. Is het niet nodig, dan zegt hij gewoon van hervat de reanimatie. 1 knie ter hoogte van de schouder, 1 knie ter hoogte van de elleboog. Pak je positie weer, zit je er recht boven en dan ga je weer 30 keer indrukken. Oké. Okay. En zo nou, dat blijf je net zo lang herhalen totdat de ambulance dienst er is en die zegt dat je mag stoppen. Ik hoop dat we zoveel mogelijk geld bij elkaar kunnen krijgen, zodat dat het heel snel gebeurt, zodat we hem snel op kunnen hangen en dat hij zo snel mogelijk voor de buurt bereikbaar is.